Toen ik voor het eerst in het Sophia kwam, toen dacht ik, wat een doolhof is dit. Eigenlijk was het best wel simpel om bij de afdeling neurologie te komen, bij de polykliniek. De eerste keer dat ik daar was, heb ik een neuroloog ontmoet, de mesverpleegkundige in het Sophia. En aan haar heb ik wel heel veel gehad, moet ik zeggen. Wat voor onderzoeken ik allemaal heb gehad in het Sophia? Nou, dat zijn er heel wat. De belangrijkste waren toch wel dat ze gingen voelen of mijn gevoel hetzelfde was overal. Dat ze mijn voetreflexen en mijn kniereflexen en al mijn reflexen gingen uitproberen. En het lampjes indraaien of dat goed gaat. Dat zijn toch wel de dingen die mij heel erg bijblijven. Maar dat komt omdat ze dat elke keer weer opnieuw doen. Ik heb nu al 4 of 5 keer onder de MRI-scan gelegen. In de MRI-scan probeer ik me altijd af te sluiten van de harde geluiden. En dan val ik in slaap. Ben inderdaad wel eens opgenomen in het Sophia. Al 3 keer volgens mij, als ik me niet vergis. En ook tot 3 keer toe een prednisonkuur gekregen. Hoe ik het vond? Ja, ik vond het natuurlijk wel vervelend dat ik er lag. Want je ligt er niet voor jezelf. Je ligt wel voor jezelf, maar niet omdat je het wil. Maar buiten dat vond ik het wel. De zusters zijn heel aardig, heel lief en heel zorgzaam. Ik voel me heel erg op het gemak in het Sophia. Ja, we zijn nu ook bezig met de transitie. Dat is de overgang van het kinderziekenhuis naar het volwassenenziekenhuis. Eigenlijk vind ik het best wel jammer, want ik word in de zomer 18. En dan moet ik over naar de centrumlocatie van het Erasmus. In het Sophia ben ik ben heel blij met ze geweest in het Sophia. Want ze hebben me heel goed geholpen. Goed op weg geholpen. Ze hebben het allemaal voorzichtig gebracht. En ik voelde me er gewoon echt wel thuis. Ik voelde, niet thuis, maar wel. Ik voelde me op mijn gemak.